Machine, 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 machine. Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Nou, welkom terug bij de machine. Het voelt als uh, lang geleden, Niels. Ja. En dat is het ook eigenlijk wel een beetje. Want we hadden de vorige keer een soort van vervroegde ADE-editie. En daarna zijn we op tour geweest. Tour een week machine. lang Een week lang langs alle popacademies van Nederland. Dat was leuk, hè? Ja, ik vond het heel erg uh, leuk. Ook wel uh, intensief en vermoeiend, maar het heel leuk om uh, heel direct met uh, ja, uh, publiek. te... Ja, je uh, is voorstellen dat je een band bent. <laughs> of een Daarom. DJ. Nou, dat is dus ook een reden waarom ik dat niet ben. Ja, ja precies. <laughs> Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond vooral uh, ook wel een soort eye-opener om te zien wat, hoe groot de verschillen zijn tussen die plekken waar je komt. Want je denkt van: ja, elke stad heeft de Popacademie, moet dat nou allemaal wel? Maar ja, als je in Tilburg uh, zit, laten we eens Misschien nog een beter voorbeeld. Als je in Utrecht voor een stel MBO'ers zit. en je zit een dag later in Enschede voor een, uh, een groep muzikanten. die lijkt totaal niet op elkaar. Nee, totaal niet. Enorme verschillen. Echt, uh, ja, en als je dan in Leeuwarden binnenkomt bij de Academie voor Popcultuur, dan denk je, wauw, dit lijkt wel een soort uh, een, een ja een oldschool poppodium eigenlijk, zo eentje waar die langzaam maar zeker helaas allemaal zijn uitgestorven in Nederland. En dat is daar een popschool. Ja, en, en dan je loop je even, twee uur ja. later in Haarlem binnen, en dan uh, is het uh, net als Tivoli Vredeburg een soort ziekenhuis. Ja. <laughs> <laughs> nou, dieve we we een ziekenhuis. Maar dat vond ik wel een beetje een ziekenhuis. Hè. Dat klopt wel. Ja, ja, ja. 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 Nou maar ja, het de... was er later niks, geen misverstand bestaan. Het was een prachtige zaal waar we in, uh, in Haarlem stonden. En ik denk dat als je studeert, dan mag je in je handen wrijven dat je daar uh, naar colleges kunt uh, gaan. Ja, grote studio's beneden in, uh, Prachtig. in de krochten weggestopt uh, ja. waar mensen gewoon uh, ja, voortdurend bezig kunnen zijn. Ja. Wat was jouw eye-opener? Uh, nou ja, die verschillen. Ik vond, uh, we hadden natuurlijk toch een soort van uh, drie onderwerpen samengevat. En het blijkt dan toch iedere keer dat de accenten daarin wel steeds uh, verschillen. En uh, ik vond het toch ook een eye-opener dat uh, een van ons meest levendige voorbeelden. Je kunt er uh, als het goed is vandaag wat over lezen. Uh, want uh, een van de mensen van de VPRO-gids is mee op tour gegaan. Uh, ons levendige voorbeeld over Armo en 6 ix 9 toch overal wel herkend werd. Ja, even voor de mensen die dat gemist hadden. Er is een mooi stuk van uh, Timo Pizar op Drift 12 verschenen. Over Armo, de vlogger die uh, voor heel veel geld de bekende rapper. 6 ix 9 in zijn videoclip had uh, gedaan. En de vraag was natuurlijk: is dat nou een goed idee? Is het nou een goed idee om pak een beetje een ton uit te geven. waarvan gefluisterd wordt dat het was. aan zo'n zo feature? Ja. ja dat, dat bracht de tongen los, want iedereen had zoiets. Dit is kutmuziek. Maar misschien is het toch wel een goede hoe, deal. Ja, hoewel uh, gaandeweg de week er uh, ook wat mensen kwamen. Jij, jij werd een beetje fan, ook. Ja, niet? ik ben een klein beetje fan. En daar haalde ik weer de woede van, uh, geloof ik, half Amsterdam mee op de hals in, uh, in Paradiso. Ja. Maar ja, zo so be it. Check dat stuk uh, van Timo over Armo vooral. Want het is ook een, uh, het is ook een ja, het, het gaat over vloggers. Het gaat over de manier waarop je je als artiest kunt manifesteren. En welke investeringen nou eigenlijk de moeite waard zijn. En, ja. uh, en hoe je dus inderdaad vanuit uh, het niets... Oh, tenminste, als rapper zijnde, jezelf op de kaart kunt zetten. En uh, nou, hoe, wat zou de teller inmiddels staan? 7 miljoen, 8 miljoen Denk views het. op pakken op YouTube. En terwijl je dat uh, stuk checkt, kun je meteen uh, doorlezen in het stuk van Hugo Hoes. Dat uh, in de vpro gids staat. En die, heeft, uh, die is op uh, maandag, nee, wat was het? Dinsdag? Woensdag? Ik ben helemaal de tel kwijt. Met ons meegereisd. Lekker een truckersbal in Meppel gegeten. En hij is daar een prachtig verslag van de vpro gids geschreven. staat ook op Drief 12 trouwens. Ja, staat ook op 3/12. Um, daar gaan we het eigenlijk nu verder niet over hebben. Die machine die is wat het was. We hebben ook geen opnames gemaakt. Dat nee. was ook, het was iets waar je bij moest zijn. En uh, helaas, als je er niet bij was. Waar gaan we het nog meer niet over hebben, Niels? Nou, niet over Bohemian Rhapsody, want daar heb ik al genoeg over gelezen. ik ben in een film veel geweest. Ja, ja. Ja, ben jij al geweest? Nee. Nee? nee. Nou ja, kan ik je na afloop vertellen hoe het was? Dat ga nee. ik hier niet doen. Nee. Uh, we gaan het niet hebben over 50 jaar White Album en de enorme box die is uitgebracht. De Blood on the Tracks box van uh, Bob Dylan. Die zijn allemaal al beluisterd door Menno Pot, en uh, Gijsbert Daar lees je dat maar. En we gaan het ook niet hebben over, en dat doet mij pijn in het hart, Fleetwood Mac of Pinkpop. Oeh. Nou, Wil je we daar toch dan, iets over zeggen? Nee, maar we gaan het in juni wel over hebben, ja. toch? Of iets eerder, als er nog ja. wat meer namen bekend zijn. Ja ja ja, 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 ja. Waar gaan we het wel over hebben? Natuurlijk straks over de Guess Who. Uh, want dat was het festival waar we dit weekend waren. Uh, we gaan het ook hebben over Peaks. Dat is een soort tool waarmee je uh, zelf in een popzaal het geluid kunt regelen. Wow. Goed idee of niet? Nou ja, gaan we het zo over hebben. En natuurlijk over de Song van het Jaar. Want waar zijn de alternatieve hits van het jaar? Ik heb geen idee. Ja, gaan we het zo over hebben? Uh, the Guess Who dus? Je was er hè? Ja, ik was er. Het was een obscuurere editie dan ooit. Volgens mij de grootste naam was uh, Devender Benhard. En daarna uh, waren er. Oh, ho, ho, ho. Nee, nee, Cherry. Nee, nee Cherry. Maar die kwam niet haar hits toen, denk ik. Mm, ze heeft mijn handje uitgespeeld. Ja. Ik begrijp dat er een, op de, voor het concert. voor aanvang al een dronken vrouw. op de eerste rij om 7 seconds aan het roepen was. Ja, 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 ja. En ze was niet de enige dronken vrouw. <laughs> <laughs> ook niet die om 7 seconds riep. Maar nee. uh, ja, voor, de, voor de rest is het natuurlijk. Uh, ja, weer obscuurder. En dat is een soort. Ja, tendens van de afgelopen paar jaar. Ja. Maar het was ook uitverkocht. Ja. Dus de vraag is natuurlijk. hoe kan dat? Hoe kan het dat Le Guess Who er zo goed in slaagt. om met een programma. Dat we echt, nou ja, we kunnen het langzamerhand echt voorkomen obscuur noemen. Nou, het is gewoon heel veelzeggend. Ik weet nog heel goed toen de eerste line-up uh, werd aangekondigd, de eerste aankondiging. Ik meen dat dat in juni was. Ja. Als uh, Timo dan zegt, jeetje, ik ken niks. Dan moet je je wel zorgen gaan maken, zeg ja. maar. Want dan ken ik zeker niks meer. Ja, was het vorig jaar of twee jaar geleden dat Wilco daar nog stond? Ja. Vorig jaar toch nog? Uh, nee, want dit was de twaalfde editie. En ik ja. meen dat hij de tiende editie nou ja, Wilco die, had. Dat was natuurlijk toch wel een opvallende grote naam. Ja. Uh, maar ja, daar hadden ze dus ook alweer heel slim hadden ze een extra show voor de gewone v Wilco fan die niet naar het festival gaat een dag ervoor gedaan, ja. zodat de druk een beetje van die show afging. Maar dat is toch wel, uh, ja, dat is niet meer op de nee, zoek. Nee, nee, nee. Het is echt één groot ontdekkingsfestival geworden. Uh, dat was het eigenlijk altijd al. Maar dat, is, uh, dat hebben ze echt nog, uh, nog strakker doorgezet. Een enorme kennismaking met heel veel nieuwe muziek. Naja, ik noemde Nene nee, Jerry. Jij had het over Defender ben Hart, Er zijn wel wat. Uh, wat wat bekenderen of wat, uh, wat artiesten die wat langer meegaan. Maar het is heel veel. Uh, ja, het ontdekken staat centraal, dat is heel duidelijk. Ik heb het maar even aan Johan Geijser gevraagd. Want ik, ik, ik probeer me voor te stellen hoe dat gaat op zo'n kantoor bij hun. Hè? Want dan hebben ze natuurlijk. Dan wordt er een, op de een of andere manier komt er een aantal Indiaanse uh, figuren op, het, uh, op de radar. Of, uh, of een, een vibrafonist die met een strijkstokse instrument bespeelt. Waar ligt de balans? Hoe ver kun je gaan? Hoe, wat wil je je publiek. Wat willen ze horen? En, en hij zei dit erover. Ja, die, die balans zoeken, dat is, dat is de grootste discussiepunt. Dit hele jaar heen. En uh, wij zoeken toch steeds meer. Het, het, het geluid wat niet vertegenwoordigd is. Waar dat toen we in 2007 begonnen, toch heel erg in ons, in ons idee Die experimentele popmuziek was. Toen was er eigenlijk nog niet zoveel plek. Het is pas later zijn dat er de Down the Rabbit Hole en de Best of Secrets bijgekomen. Toen dachten wij, ja, maar nu moeten we toch. Weer op zoek naar het andere geluid. En met name ook door curatoren die hebben ons ook best wel vaak op een uh, uh, gewezen op andere geluiden. Uh, bijvoorbeeld zelfs Swans en Sunno, wat curatoren waren, die kwamen met heel veel jazzartiesten. Ze zijn eigenlijk ook, ook gewoon jazz geprogrammeerd, maar wel jazz die een Link had met die popartiesten. Ik denk dat wij ons publiek aan de hand hebben kunnen nemen en we ze jaar op jaar hebben weten te verrassen, zodat ze eigenlijk best wel blind weer een ticket kochten voor het, de volgende Legacy editie. En als je kaartkopers hebt die eigenlijk blind kaarten kopen, dan, dan heb je ook gewoon de kracht om um, hele mooie dingen te zoeken waarvan je weet dat het goed of bijzonder is. Uh, zonder dat je daar per se heel veel tickets op moet verkopen. Dus, dus eigenlijk de loop der jaren hebben mensen gewoon is, is Legisloe veel meer een soort uh, um, een merk geworden voor, voor het andere geluid, voor het avontuur. Het andere geluid zegt hij. En dat vind ik wel interessant, want uh, nou ja, een paar jaar geleden was inderdaad Le Guess Who, het festival waar je nieuwe bands kon zien, zoals Beach House, Caribou, uh, Ty Siegel en, en al die garage-rockbands die zich langzaam en zeker over het hele alternatieve circuit hebben uitgespreid, die stonden daar op het eerste, ja. de eerste keer op één avond. Ja. Nou, ik vind heel wat Johan zegt uh, Herken ik wel. Hij had uh, zaterdagavond nog een klein introductie-toespraakje. En toen focust hij ook heel sterk op dat, uh, dat ontdekken. Um, ik vond de discussie die wij op de redactie hadden in de maanden voorafgaand aan uh, Legessou, die ging heel erg over dit punt. In hoeverre kun je gaan om mensen dingen te laten ontdekken? In hoeverre moet je ze nog. Punten in je programmering, in je, in je blokkenschema geven. waarbij ze zich herkennen. en dat ze naar het volgende gaan. Ik herken het ook in mijn vriendengroep. We hebben vrijdagavond met z'n allen gegeten. voordat we naar de Guess Who gingen. en er werden echt wel grappen gemaakt. Nou, ik ken ze allemaal niet. En ha, 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 ha Dat werd echt wel een beetje. Uh, nou, ik wil niet zeggen schamper, maar wel een beetje. Uh, er, er werd gezocht naar. Hou vast. Dat had ja. ik het idee. En dat had ik ook. Dat dat een uh, belangrijke discussie bij ons op de redactie was. En ik merkte toch toen ik er was. Overigens lopen hier ook de meningen op de redactie enigszins over uiteen. Dat als je er eenmaal rondliep, dat mensen wel helemaal meegingen. in die vibe van dat, uh, van dat ontdekken. En dat doordat er voldoende kwalitatief goede dingen stonden, stonden ook dingen. Waar mensen echt naar buiten kwamen. Wat is dit voor idioterie? Strijkstok op een marimba en nou, noem maar maar op. Hmm. Uh, daar werd ook natuurlijk wel om gelachen. Maar er stond meer dan voldoende waar mensen naar buiten kwamen. En zeiden dat ze echt iets hadden gezien waar ze anders nooit naartoe waren gegaan. En waar ze echt van onder de, onder de indruk waren. En ik kan wel um, met Johan meegaan. En dat zie je ook op het festival. Dat denk ik heel veel ticketkopers blind een ticket kopen voor het, uh, het merk. Het kwaliteitskeurmerk dat Le Guess Who in die twaalf jaar heeft, uh, heeft opgebouwd. Tegelijkertijd blijf ik toch wel heel nieuwsgierig kijken naar hoe uh, obscuur kun je het maken dat je nog voldoende kaarten verkoopt om dat, uh, om dat te kunnen blijven doen. Want ik denk dat toch dat een, uh, uh, een, een, een festivalbezoeker die daar een flink bedrag voor betaalt, toch ook altijd wel naar, de, naar die houvast op zoek zal gaan. En dat is de balans die ze continu zullen, zullen moeten zoeken. Ik meen dat ze uh, afgelopen weekend bijna 5000 kaarten hadden verkocht. Nou, dat vind ik een behoorlijk aantal. Ik had ook wel een beetje het gevoel, ik ben vooral in Tivoli-Vredenburg geweest, waar, uh, dat het, het was druk, het was uh, vol. Ja, maar wat betreft die kaarten, ze hebben dus ook meer uh, paspartoes verkocht dan vorig jaar. Iets van 10% meer, nou dat is significant. Ja. Wat ik ook interessanter vond wat Johan zei, was ze hadden eigenlijk te veel early birds verkocht. Want wat Legesu dan doet, het festival is afgelopen, je kunt meteen een kaartje kopen voor volgend jaar. Dat is dan goedkoper en dat kan dan tot 1 december. Ja. Dan nou zou je denken, je kunt ook zeggen van we doen alleen de eerste 500. Dan geef je gewoon zelf een aantal aan. Maar nee, ze hebben gewoon een datum eraan gekoppeld. Dus ze hebben eigenlijk te veel early bird tickets verkocht. Want die gaan natuurlijk eigenlijk onder de prijs weg. Ja. Uh, meer dan duizend hadden ze er al verkocht voor 1 december. Voor dat is even. een hele hoop. Want als je 5000 kaarten in totaal verkoopt, en ik ga Precies. er even vanuit dat het ook dagkaarten zijn, dan heb je, nou ja, als we even gauw rekenen, 20% en misschien nog wel meer van je uh, pas toe kaarten. Uh, wat je zegt, onder de prijs verkocht. En dat is, dat is fors hoor. Want reken maar uit, als je. Ik weet niet wat het verschil in prijs was. Ik denk zomaar 10, 20, misschien wel, uh, wel 25 euro. Zoiets. Ja, ja reken maar uit. Dat zijn duizend kaarten waar je dat. Uh, ja. Dat is 25.000 euro. Het ongehoorde geluid. Uh, dat waren inderdaad vaak. Tien jaar geleden waren dat inderdaad gewoon bands als Beach House en Caribou. En dat soort acts. Waar ook heel veel acts die bij Bob van Heur in de stal zaten. Als boeker. Een van de, de mannen achter Le Gessu. Die, die heeft dat gewoon eigenlijk uh, die heeft in eerste instantie natuurlijk een plek gecreëerd voor zijn eigen bands. Ja. Maar is verder gaan kijken en verder gaan kijken. En wat ik echt interessanter vind, en dat vind ik ook echt passen bij een trend die je in de hele popmuziek ziet, is dat dat zoeken niet meer ophoudt bij Engeland en Amerika. Nee. By far niet. Het nee, en zeker, alle... niet, ja, zeker niet op Le Guess Who. Ik denk dat uh, ik zou bijna stellen dat de Engels-Amerikaanse bands daaronder vertegenwoordigd zijn. Ze komen echt uit alle windstreken. Ja, en de Engelse bands zijn dan de bands die je alles een keer gezien hebt. Ja. Ja, en, en, en ook daar weer. Het, het valt heel heel goed bij het publiek. Je merkt gewoon dat overigens opnieuw... Uh, we zaten gisterochtend meteen naar terugkomst, echt eventjes op de redactie uh, bij elkaar. Goh, hoe vonden we het nou? En daar waren echt twee. Uh, Timo was, uh, had zij wat ik net zei: namelijk dat hij enorm uh, onder indruk was en heel erg verrast was. Ralf Hermen zei: ik vond het sowieso. Zo, zo. Dus het is toch ook echt wel heel afhankelijk van de route die je loopt en waar je gaat, uh, gaat kijken. Maar... Ik, ja, maar ik denk dat dat ook heel erg veel te maken heeft met de, met de risico's die genomen worden in de programmering. Want laten we wel weten: uh, alles wat op Best Kept Secret staat, of op Down the Rabbit Hole, of op Lowlands. Heeft de programmeur al ergens kunnen zien? Ja. Of het nou uh, uh, Eurosonic is, of zuid bij west of misschien wel de Guess Who. Er staan ook gekke projecten. Zoals de Sudan Archives, die vorig jaar op best kept secret stond. stond eerst al. En hier... En dat project eh, is, van uh, Johnny Greenwood met uh, die Indiaanse muzikanten... dat uh, volgens mij heel prominent hun tweede stage opende op... ik meen zaterdag of zondag. Dat ja, hadden wij... stond, uh, stond op Hoe En het was volgen. daar een enorm succesnummer. Ja. Ik durf te stellen dat uh, dat, dat ook uh, de programmeurs geïnspireerd heeft... om dat naar de Zieken te halen. Ik begrijp ook dat het Bulgaarse koor dat vorig jaar op hoe stond... Uh, afgelopen jaar op uh, Primavera heeft gestaan. Ja. Dus, dus Primavera is ook zo'n zo plek waar je dingen ziet ergens aan het begin. Maar voor ja, hoe loopt daar eigenlijk op vooruit. Ja. Primavera pik daar dingen van Zelda, het Bulgaarse Vrouwenkoor. die gaan dus, uh, ja, dat zijn enorme gokken voor ja. zo'n festival als de Gesu, want ze kunnen ze het niet zien. Nee. Um, en één ding eventjes totaal buiten de muziek om, wat me ook weer opviel, uh, nou, we hebben het al wel vaker gezegd, jij ja, en ik wonen allebei nu, dus we komen denk ik regelmatig in uh, in Tivoli Vredeburg. Dit jaar viel me ook weer op dat uh, dat dat die die venue nog steeds stappen blijft maken in aankleding. Ik vond. Um, hoe, uh, Le guess, hoe dit jaar was aangekleed. Dat was weer een stap beter, waarbij je ziet... dat de mensen die daar met marketing, aankleding, productie bezig zijn... dat gebouw gewoon beter onder controle krijgen. En uh, dat klinkt heel uh, <laughs> raar, maar het gaat er toch echt om... van wat voor sfeer weet je te creëren. En mijn gevoel was ook heel erg, ik vond het ook, het zit in het design. Het was, uh, nou ja, om maar een beetje een flauw woord te noemen, echt gezellig. Dat, uh, ik maakte net aan het begin een grap over dat het een ware huis was. Dat was natuurlijk de opmerking die je vaak hoort: een ziekenhuis, ziekenhuis, ziekenhuis. Ja, ja over die, die roltrappen die er zijn. Maar uh, dit weekend was het echt heel warm. Ze hadden het mooi uitgelicht. Ze hadden de dingen goed aangekleed. En ik heb toch ook het gevoel dat dat echt een, een waardevolle bijdrage aan, uh, ja, aan de sfeer van het festival uh, levert. Ja, ah, maar dat niet alleen. Het is natuurlijk ook een enorme trekker. Want sinds. Uh, Tivoli Vredenburg open is, zijn er veel meer buitenlanders op Plagueis. Dat is ook logisch, want die mensen gaan niet op een fietsje van de helling naar uh, Tivoli -Oude Gracht naar de Echo. Sterker en... nog, ik zag een tweet voorbij komen, die, uh, uh, waarbij ik meen iemand uh, uit uh, de ons omringende landen letterlijk zei: De hoofdrolspeler, de hoofdact van dit festival is Tivoli Vredenburg. En dat, dat is zeg je altijd wel... alleen maar over Vlieland, toch? Ja. Nou ja, dat zeg ik inderdaad alleen maar over Freeland. En dat is voor mensen die dat gebouw hebben zien, uh, zien worden. En de reacties die we daar toen op hebben gezien. Waarhuis, ziekenhuis. Nou ja, dat hebben we allemaal geroepen. Eh, uh, vind ik de, dat heel grappig om te lezen. Hoe ook het sentiment over zo'n, uh, zo'n paleis. Waar alle muziekliefhebbers die die oude gracht gewend waren. Natuurlijk uh, wel wat over te vinden hadden. Dus blijkbaar door mensen die dat niet kennen. Of die dit gebouw in de, in, 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 in Als het als de hoe zit en alle zalen bezet zijn. Een hele andere perceptie van dat gebouw hebben dus of je er nou was of niet, of je nou iets van kende of niet, Legesso is toch wel echt een interessant fenomeen in de festivalwereld. zeker, ik ben er volgend jaar denk ik gewoon weer bij. goed, zullen we het over een heel ander onderwerp gaan hebben. ik was laatst in de Ziggo Dome op een vrijdagmiddag. er was niemand behalve een paar Engelsen en een Amerikaan. en die gingen mij iets laten zien en dat heet Peaks. heb je ooit van gehoord? nee, p e x precies, ja, dat is een soort Dingetje, dat doe je om je nek. En dan zit een koptelefoontje bij, en dat doe je in je oren. En dan kun je op je telefoon, op een app, zelf het geluid regelen. Ja, het lijkt mij heel. Ja, ik, ik weet het niet. Als ik bij een live-optreden sta en dan met dopjes in, dat. dat ik sta ook met dopjes in, jij niet? Ja, met, Uuris, hoor, met hoordopjes, toch? Ja, hoor, uuropjes, Ik ja. vond het een interessant uh, fenomeen wel. Ik dacht, ik ga het eens opzoeken, want het stond in dat grote, grote interview met Leon Ramakers in Vrij Nederland. Stond uh, laat, omdat 50 jaar mojo, weet je wel. Toen had hij het over dat hij daarin had geïnvesteerd. En dat in Ziggo Dome nu allemaal van die kastjes in het plafond hangen. Waarmee dus een soort geluid wordt verstuurd naar die, naar die apps... Uh, en toen dacht ik, ja, dat ga je natuurlijk nooit doen. En toch was ik wel op de een of andere manier nieuwsgierig. Ik vroeg me af, wanneer is de laatste keer geweest dat jij bij een concert stond... dat je echt dacht van, nou ah, dit kan echt niet, dit geluid. Ik kan hier niet mee omgaan. Um, nou, zo slecht niet. Maar we hadden het er na afloop van Nene Cherry op Le Guessou over. Dat, uh, dat is de grote zaal van uh, Tivoli Vredenburg. Dus zeg maar de oude zaal waar het hele nieuwe Tivoli Vredeburg op is gebouwd. Die staat toch algemeen, de uh, Herzenberg heet die uh, architect volgens mij. Die staat algemeen wel bekend. Als dat die akoestisch echt heel goed is. Er staan niet voor niets allemaal grote orkesten te spelen. De eerste helft van die set. Ik heb nee, nee, niet zo heel erg goed gehoord. Dus daar dacht de zaak was niet goed. Nee. Die moest het omhoog eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. En um, ik vond sowieso de balans in het geluid niet al te best. Dat werd in de tweede helft beter. Toen ging ik ook op een andere plek staan. Misschien hielp dat ook nog wat. Ja. Maar daar had ik wel even aan wat knopjes willen draaien. Ja, ja nou, ik, ik, ik sprak. Ik, ik heb een keer een interview gedaan met Brian Eno. Wat echt een wijs intelligente man is, natuurlijk. Producer geweest van grote mensen als uh, Talking Heads, U2, uh, noem het maar op. Coldplay. Bowie. Uh, en die, uh, ik vroeg hem ook van. Hij, hij begon zo'n mooi verhaal te vertellen over dat hij. Uh, dat hij een hekel heeft aan koptelefoontjes, omdat het allemaal zo, de muziek allemaal zo op je oren en dat is allemaal, klinkt allemaal niet goed. Hij zei: Hij deed een soort omgekeerde koptelefoon, want hij wilde niet dat het allemaal afsloot. Hij heeft op een gegeven moment een soort versterker gemaakt voor de kleine geluiden buiten. En dan ging die, zat hij die ergens in Afrika zat die onder een boom. En dan ging hij een microfoon in de, in de boom hangen en dan ging hij naar de geluiden van de stad en zijn omgeving luisteren. Wow. Maar die man die zei: ik, ik ga niet meer naar concerten. Ik, ik doe het gewoon niet. Nee, ik vind, het klinkt, er is geen enkel concert dat naar nou, mijn kritische oren goed genoeg klinkt. Toen dacht ik van ja, ja, God, ja we zijn ook wat dat betreft wel wat gewend. Ja. We nemen het toch wel met een hoop genoegen. En dan moet ik zeggen, we waren in Dome en daar is het geluid over het algemeen prima. Zeker, die bijzal is erop ontworpen en dat hoor, hoor je. Maar wanneer ben jij voor de laatste keer in een concert geweest uh, bij, in de Amsterdam Arena? Nou, dat, dat heb ik sterker nog. Daar heb ik me heilig van voorgenomen. Daar ga ik nooit meer naartoe. Ik dus ook. Nooit meer naartoe sinds ik de Beatles, oh sorry, de Beatles moet je mij horen, de Police en uh, Bruce Springsteen daar heb gezien. En dat zijn toch... mensen uh, die over het algemeen hun spullen goed voor elkaar hebben. Die doen het al een tijdje. Dus daar zou je van denken dat die het wel redelijk onder controle hebben. Was dat niet hebben. te doen, Bruce Springsteen? Nou, ik vond de Police eigenlijk nog erger. En dat kwam met name omdat uh, die drummer natuurlijk er toch een uh, handje van heeft om heel veel kleine fills en heel veel details... In die songs te stoppen. Ik ga niet zeggen dat ik uh, voor de drummen naar de politie ga. Maar hij is wel een uh, belangrijk man. Met een, belang die een belangrijk stempel op het geluid drukt. Ja. Je kunt je voorstellen dat al die kleine tommetjes. Die, die bongos. en alle dingen die hij heeft. Die, die galmden door die hele bak heen. En ik weet dat er enorm veel moeite wordt gedaan. want ik zie de zwarte doeken. in het plafond hangen. ik zie echt wel dat er naar werk van wordt gemaakt. om die zaal beter te laten klinken. Maar het was voor mij echt de druppel. om nooit meer daar naartoe te gaan. Nooit ja. meer. Ja, ik heb hetzelfde. Ik heb uh, een paar shows. die ik me kan herinneren. Daar Just a Timberlake. ACD ziet toch twee totaal verschillende shows. Muse. Een band die ik op, op, op Pinkpop niet al te lang daarvoor geweldig vond klinken. En die staat dan in de arena en je denkt. Het, het doet pijn ja. aan mijn oren. En letterlijk. Het, is niet, uh, het zou ons... echt letterlijk verboden ja, moeten worden, vind ja. ik, om daar nog concerten te geven. Ja, en dat vind ik ook. En het is niet onze arrogantie van we willen alleen maar kleine zaaltjes. Want ik heb ook verschillende shows in het Gelredoom gezien. En die klinken eigenlijk. In ieder geval, ik ga niet zeggen dat dat het beste geluid is. Dat zit op Iets andere beter, plekken. Ja. Nee, dat klinkt gewoon goed. Dat is in orde. Ik heb U2 gezien, McCartney niet daar gezien. En dat was gewoon prima. Maar ik heb dus hetzelfde als jij: dat je denkt van ja, god ja, ik ga, niet met ik ga ook niet met zo'n app dat ik dan de zang en dat ik dan denk, oh, dit nummer dat heeft meer gitaar nodig. Want ik weet dat er een gitaar in zit die ik graag wil horen. Dat voelt alsof je dat nooit gaat doen. Nee. Maar toen dacht ik, ja, stel nou dat ik toch mijn favoriete band speelt in de arena. En ik moet, daar, ik moet daarheen. Dan zou ik het misschien toch nog overwegen om dat te gaan doen. Ja, als Talk Talk toch komt optreden, dan ja, uh, in, de staan arena, in de Arena. Dan, dan, moet dan je ben naar ik die... bang dat ik dat apparaat dan wil hebben. Dan moet je naar die galenbak toe. Ja, <laughs> ja nou ja. Ik, uh, het zou me veel moeite kosten om dat, <laughs> uh, om dat te doen. En ik heb ook moeite. Ik maak me natuurlijk ook schuldig gaan kijken op mijn telefoon tijdens een show. Maar dat hele geregel en dan zelf nog iets doen bij een show. Dat, dat weerhoudt me er ook wel een beetje van om echt je helemaal onder te dompelen in een show. En dat is al een beetje lastig uh, these days. Ja. Dus ja, ik, ik ben. Uh, het is niet mijn. Uh, ik weet niet. Ik wil toch even Graham Tool van Peak zelf aan het woord laten, want die had er ook wat over te zeggen. Waarom hij nou denkt dat, dat dit nou ja, dat zo'n apparaat op de markt moet komen? It's probably true to say that it fixes a problem with sound that's beyond a sound engineer, however good, uh, beyond a venue designer, however good. Um, you still get those, you know, physical clashes of. Audio waves in the air, so it might be that just because of where you're sat, you're losing a certain frequency that you know compromises the sound a little bit. Um, we've done outdoor shows, for example, where you can stand next to the front of the house sound desk, maybe that's what 40 mm. meters, yeah. something like that yeah. from the stage, 35, 40 meters. and in one particular position, you're swamped with bass from the sub bass, uh, you move only. Three or four meters to the left or right, and the bass goes because the way the sound develops, the way the you know the waves are are actually constructing and deconstructing themselves in some respects. Uh, that's not even due to wind or uh, no. That's no, before that. That's before, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah no, Exactly. You get a little breeze across the PA, and you start getting that horrible phasing. We did a, a show in uh, an outdoor show at Clapham Common in in London. Uh, it was an '80s band uh, thing, so we had Boomtown Rats and Go West, and uh, who else? A whole Kim bunch, Wild, Kim Wilder yeah. And, yeah, a whole load of old '80s artists. But the wind was just screaming across the, uh, you know, literally across the face of the PA. So if you were hundred meters back from the stage, mm. um, every now and then you thought they'd stopped. You know, the sound literally blown away. Ja, ik vind, ik vind het toch wel mooi hoe u erover vertelt. Want het is natuurlijk, het is natuurlijk een natuurkundig proces. Hè? En wij vinden allemaal natuurlijk logischerwijs... dat als je op zo'n veld staat, dat je, je moet het voelen. En het liefst willen we ook geen oordopjes in. Want het, het geluid, het is, er is ook iets met de fysieke ervaring van Zeker. het harde geluid. Uh, en, maar tegelijkertijd kamp je gewoon ondubbelzinnig... met bepaalde eigenlijk natuurkundige verschijnselen... die ervoor zorgen dat je het geluid heel moeilijk te controleren is. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk echt wel een reden... waarom festivals als uh, Lowlands, Down Rabbit Hole... Best Kept Secret gewoon veel tenten hebben. Los van dat je daardoor uh, je festival verzekert... Tegen, of verzekert tegen, dus regen. tegen regen. Kun je natuurlijk ook het geluid daar... veel beter, uh, beter controleren. Het voorbeeld dat zij geven dat het uh, vervliegt. Uh, ja, dat, dat, dat klopt. Sterker nog, wij uh, hadden bij Best Kept Secret... in uh, de tijd dat ik daar... Uh, de marketing deed, ook altijd geluidsproblemen. In de negatieve zin... Waarbij, en dat geeft wel aan hoe lastig dat is, dat uh, uh, geluidsklachten vaak van kilometers ver kwamen, omdat door weersomstandigheden uh, geluid bij wijze van spreken gewoon ergens gedumpt wordt. En dan kun je het nog zo goed controleren. Maar dan heb je in één keer van 40, uh, of nou 40, maar in ieder geval van 20 kilometer ver, waarbij je denkt: hoe kan dit? Dat je, je bassen gedropt worden ergens in Oosterbeek. En dat is, ja, dat is een probleem. Dat is ook niet leuk voor. Uh, Bezoekers. Dus als het dat oplost, kan ik me voorstellen dat we zometeen allemaal met toppies uh, inlopen op blauw lens. Luister, ik ga nooit voor 150 of 200 euro zo'n ding kopen. Dat is mij duidelijk. Nee, ik zou het ook denk ik niet zo snel huren, tenzij ik naar de arena moest. Maar eigenlijk zou ik vinden, dat is nu mijn statement hier, dat de arena zulk schandalig slecht geluid heeft. Dat ze het eigenlijk gewoon verplicht aan iedereen zo'n ding moeten geven. Ja, een soort uh, koptelefoon, disco. Zo uh, is daar. het daar. En anders moeten uh, YouTube daar heel erg van wegblijven van die hut. Zo is het. Dat lijkt me. Laten we dat als conclusie houden. Juist. Zo'n uh, van het jaar. Ja. Dus de stembussen zijn open. En wij zitten dan altijd op de redactie. En dan hebben we het toch een beetje zo: van ja, wat denken jullie? Wat gaat hem worden? Waar gaan de mensen op stemmen? Uh, let it happen, was er een eentje waarvan wij allemaal het gevoel hadden van. Die kan hoog eindigen. Hopen dat die hoog komt. Uh, Get Lucky, dat was bij wijze van spreken een eitje. Ja. Die, die voelde iedereen, want dat is echt een soort uh, alternatieve pophit. Everything Now, vorig jaar. Ik ja. geloof dat we daar ook wel redelijk over eens waren, ja. dat die een goede kans maakte. Maar dit jaar zaten we toch een beetje van, hé, hey, waar zijn de alternatieve pophits? Wat, ja, wat laat het zijn beetje te? er maar af. Ik uh, kan me de uh, meeting herinneren waarin we zeiden, we gaan de stembus opengooien. Alles voorbereiden om die longlist uh, daarin te stoppen, waar uh, je deze en uh, de komende week nog op kunt stemmen. Blijf stil. Ja, totaal. De letterlijke vraag was: oké, okay. okay, waar, waar zetten we op in? Want dat heeft ook te maken met wat we op de uitzending willen programmeren: hè? welke Nederlandse acts gaan hoog eindigen, wie willen we 7 december in Tiefle-Vredenburg hebben staan. Ja, dat, daar ga je over nadenken. Je probeert daar toch een beetje op te anticiperen. Het was letterlijk stil. Gek, hè? Ja. Nou ja, ik. Ja, gek. En ook best wel, ja, jammer. Want eng, het is... eng ook. Ja, ik vind het ook wel een beetje... natuurlijk met de programmering is dat wel een beetje eng... maar dan moeten we vooral aan Chris vragen... die zich daar druk over maakt. Maar het is denk ik ook wel een beetje tekenend voor deze tijd. Ik vroeg het aan uh, Menno Visser. Die doet bij ons de samenstelling van het radioprogramma. Dus dat is degene die moet proberen... uit alle releases die om je heen vliegen... de nieuwe alternatieve pophit te, te spotten. En ik vroeg hem... wat is nou eigenlijk de alternatieve, pop, of de alternatieve doorbraak van het jaar? Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk wel een verschillende categorieën... Uh... Wel aardige bandjes geweest, maar. of aardige dancehits, of. Uh, maar het is niet iets wat iedereen verbindt. Er is geen Everving Nou dit jaar. Ik denk dat het te maken heeft met uh, verschillende dingen. Allereerst is iedereen een beetje in zijn eigen bubbel bezig. Uh, je hebt uh, mensen die uh, ja, elkaar allemaal kunnen vinden, connecten via internet, social media. En dan uh, allemaal naar één concert gaan en dat allemaal te gek vinden. En terwijl ik dan denk van: hé, hey, uh, wie is die act? Ik heb hem nog nooit gedraaid. Hoe kan het uitverkopen? Er zit een verschil tussen uh, wat mensen op streaming leuk vinden. Er zit een verschil tussen mensen op de radio wat daar goed werkt. En uh, wat, er in, wat er in het luisteren goed werkt. Er is een verschil tussen hoe mensen naar muziek luisteren en hoe ze elkaar vinden. Maar die verbindingen, daar hebben we het over. Ja. De, de, de verbindende factor, gewoon dat ene nummer van iedereen dit jaar zegt, ah, dat is inderdaad een goed nummer. Zullen we ook even meteen door naar de alternatieve dansvloer, want dat is ook zo'n plek die een verbindende factor zoekt. Uh, Sint Paul, je kent hem wel van de Pop-O-Matic... Uh, die op donderdagavond altijd in Tivoli staat. En ook op allerlei festivals into the Great War Open. ik weet ik veel, overal zijn plaatje draait. Die en ook die zijn DJ is die. Echt typisch naar kijk als niet in één stijl zit. En dus één van die ook echt van indie naar hip-hop naar pop. En hij zei dit. Je draait dan een track. Ik noem maar wat, iets van de Amber Motor Orchestra. En dan vindt een clubje rechts achterin. Begint dat te juichen. En die steken dan wel de directe omgeving om hun heen aan. En dan gaat het wel goed. En dan draai je daarna weer een. Een, een, een toffe nieuwe hip hop plaat die dan uh, het clubje linksvoor uh, te gek vindt en die steken dan weer de mensen om hun heen aan. Dus je en op zo'n manier probeer je een beetje iedereen over de avond uh, hun moment te geven. Maar dat gevoel van uh, één hit opzetten die iedereen uh, in een milliseconde Herkent en uh, ook nog eens leuk vindt om te horen. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort hits, maar die hoor je overal in elk café. Uh, maar een beetje aan de linkerzijde van het spectrum, om het zo maar te noemen, uh, zijn er gewoon heel weinig verenigende platen. Hoe kan dat nou? Ja, ik denk dat uh, Menno een heel erg de vinger op de sierlijke plek legt als het een serie plek is, misschien moeten we daar niet zo uh, moeilijk over doen... maar dat, uh, dat doordat iedereen uh, op zoveel plekken muziek uh, kan luisteren... en daar ook vaak zijn eigen kanalen voor heeft... als het in uh, genres of uh, nou ja, bepaalde doelgroepen of luistergroepen zit... dat maakt het heel lastig om zo'n verbindende track te vinden. Het is ook heel lastig om met dat soort tracks... een verbindende track is ook een plek die op een bepaald ogenblik... tussen aanhalingstekens overal hoort. Hè? Dat, is wat, uh, dat je het gevoel hebt, it's all over the place... en we vinden hem helemaal te gek. En ik denk dat dat uh, heel lastig is. Want wat is all over the place? Hoe vaak zit jij nou daadwerkelijk de radio te luisteren? Er zijn mensen die, denk ik, autorijden en die uh, automatisch veertig keer zoveel radio luisteren als jij en ik. Ik bedoel, ik zit in de trein en ik luister een beetje podcasts. En ik zet uh, playlists op als ik uh, mijn kip aan het vullen ben op zondagochtend. En dat is mijn manier van luisteren. En dat creëert een bepaald soort bubbel. Zoals radio ook een. Uh, bepaald soort bubbel is, maar wel een bubbel waar mensen veel met elkaar delen en dat wordt gemist op een dansvloer. Ja, ik denk ook dat je niet alleen in het algemeen over de radio kan praten, maar dat je natuurlijk ook specifiek moet kijken naar de rol van 3FM daar. Als je het hebt over doorbraak van echt alternatieve hits, dan speelde die zender daar een paar jaar geleden toch best wel een belangrijke rol. Ja, in. Een cruciale rol in uh, ik denk Als je het dat... hebt over Let It Happen, als je het hebt over Everything Now, of uh, er zijn toch nummers die op de playlist kwamen en niet bij Q of bij 538. Dat is natuurlijk één factor, maar ja, hè? ja dat is niet. Een factor voor, uh, laten we het even gemakshalve, de, de, de. wat Paul noemt de linkerkant van het spectrum. de festivals in de zomer waar wij als 3 voor 12 uh, graag langs gaan. Ik denk dat. Uh, er zijn natuurlijk ook legio voorbeelden van grote pophits die dan dus ook gek genoeg verschijnen in onze uh, top 100 voor de Song van het Jaar. Die wel ja, maar pop is, zijn. pop is natuurlijk ook een gek. Alternatieve popmuziek, dat voelt ook als een beetje een begrip van de jaren 90. Ja. voor mijn gevoel. Ja, dan erg. had je echt die scheiding tussen alternatieve muziek en popmuziek. Ja. En de, de popmuziek werd gedraaid in de kroegen en de en de alternatieve hits in het poppodium. Ja. En dat was niet met elkaar te mengen. En dat nee. gekke is natuurlijk ook wel dat als je nu terugkijkt, hebben die alternatieve puristen natuurlijk op een heel veel gebied ook ongelijk gehad. Ze ja. wilden geen rnb horen of hiphop, bepaalde dingen die nu gewoon tot het erfgoed worden gerekend... die we nu tof vinden. En die paal die denk ik genoeg. in grote dosis op de dansvloer uh, moet draaien... waar wij ook heel veel gesprekken met de Menno over hebben... van hoeveel draaien wij daarvan in onze uitzending. Ja. En wat is wel en wat is geen hit? En wat, wat Menno natuurlijk altijd in de mond bestorven ligt... werkt het op radio. Ja, nou ja, en... Uh... Dan is het natuurlijk die festivals. Weet je al, uh, ja, je hebt die festivals. Daar, de het gaat hartstikke goed met de festivals. Dus ja. laten we wel eens. Er gaan meer mensen naartoe dan ooit. Ja. De clubs gaan ook heel veel mensen naartoe. Maar laten we even bij die festivals blijven. Daar is natuurlijk toch iets interessants aan de hand. Want welke, welke hits worden daar geboren? Dat is voor de een weer totaal anders dan voor de ander. Want de een staat op Down the Rabbit Hole. De ander op Best Cup Secret. Zo'n band als Idols. Uh, die, uh, die ook echt wel een deukje slaat in de, in de, in de lijst voor Song van het Jaar. Maar die nul op de radio gedraaid wordt. Het is ook geen hiphop of R&B. Dus uh, YouTube is ook niet echt de route waar langs dat gebeurt. Het We stond wel op een festival. Dus voor de mensen die daar op dat moment bij geweest waren... is dat misschien wel een van de hoogtepunten van het jaar. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld hun optreden bij Jules Holland... daar had ik het afgelopen week nog een met een beentje over. Dat maakt veel indruk en impact. En dat, is, dat zien wij en dan uh, sturen wij het rond in onze Slack. Uh, onder, de, onder de redactie. Ja. Maar dan, dat is ook een teken dat het bij andere mensen wordt, uh, wordt doorgestuurd. Dus een, een heel uh, belangrijk of opvallend tv-optreden, daar hebben we natuurlijk ook Legio voorbeelden van gezien, Future Islands een paar jaar geleden, kan ook soms het uh, verschil maken van: hey heb je deze band gezien? Maar dat is wel gek hè, want dat zijn ook vaak Amerikaanse of Engelse talkshows die je normaal gesproken helemaal niet zou zien nee. op de Nederlandse televisie en die nu dan toch wel hun weg vinden. Ja. En je ziet ook dat bijvoorbeeld, uh, om een ander voorbeeld uit een hele andere categorie te noemen, dat iemand als McCartney ook al die routes met zijn nieuwe platen aan het uh, bewandelen is. Uh, in die auto aan het zingen met James Corden en uh, uh, allerlei vragen gaat stellen, uh, zich allerlei vragen gaat stellen op grote Amerikaanse uh, blogs. En eigenlijk is dat zijn poging om te zorgen dat hij in ieder geval weer zichtbaar is. Want is, ik denk dat hij, ook hij zelfs vermoedt dat de verstokte top 2000 liefhebber niet altijd meer bij de radio zit, waar normaal gesproken zijn songs werden gedraaid. Nee, er is nog een verbindende plek. Die als je het toch hebt over Paul McCartney, wel een interessante rol speelt. Er zijn er eigenlijk twee. Je hebt natuurlijk de, de muziekbladen. Daar is Paul McCartney wel degelijk heel zichtbaar. Als, als je de Mojo, een, 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 een gerenommeerd blad. Die heeft hem drie maanden op de cover gezet dit jaar, denk ik. Ja, precies. Da daar zie je eigenlijk altijd van die oude mannen op, het, op, het, uh, op de cover staan. En nooit een Drake of een, nee. uh, gewoon een Kanye West. Of dat soort types zie je nooit. Terwijl die natuurlijk de allerbelangrijkste. Pioniers op dit moment zijn niet Paul McCartney. Nee. Dus die bladen die blijven heel erg achter bij die oude mannen. En dat zie je ook bij de platenzaken. De platenzaken zijn niet meer de representatieve bolwerken van alternatieve popcultuur. Als je kijkt naar de Platomania, wat is hun, hun hitlijst? Wat staat daarin? Er staat Dead Can Dance in, Mary Faithfull. Faithful, Elvis Costello, Bob Dylan, Bob Fucking Dylan. Zouden we het niet over hebben, Adse? toch een beetje wel hè ja. uiteindelijk want het is wel opvallend dat dus mensen gaan naar de platenzaak. We doen al een Staat er een iets beetje... van de afgelopen 10, 12 jaar in? Nou ja, met een beetje mazzel verkopen ze nog een plaatje van Kurt Vile tussendoor. Ja. ja. Maar, maar dat is en, en heel dat hip-hop segment, daar hebben we natuurlijk al eerder in deze podcast over gehad. Dat is amper verkrijgbaar. Ja. Drake brengt zijn plaat niet uit op vinyl. Ja. En die... terwijl dat de best Best verkochte plaat van het jaar is. In ieder geval de best gestreamde uh, plaat ja, van het ja, jaar. is. Dat album Scorpio, ja. ja. Waarbij wij natuurlijk een paar weken geleden ook iemand van Plato hadden. Die zei: van ja, op het moment dat die plaat op vernieuwde zijn, zou ik hem onmiddellijk bestellen. Want ik zie ook dat er, uh, dat ja. er wel vraag voor te Ja, maar dat is dus ook aan natuurlijk, Dat was natuurlijk voorheen ook een plek waar je dus een representatief beeld zag van wat is op dit moment happening. En natuurlijk zie je ook die kleine. Of die releases die, die, die heel interessant zijn en waar ze niet bakken van verkopen, die ook liggen. Maar dit zijn de, de, de bestsellers. De ja. Ja. ja, ik vind het zelf ook wel altijd. Uh, ja, ik, vind, ik, ik herken wel een beetje wat van de. Um, ja, ik, ik merk wel aan Paul als je hem interviewt. Dat hij, uh, dat, hij, dat hij jammer vindt. En ik heb dat ook wel. Uh, hij draait bijvoorbeeld de laatste twee uur van uh, Into the Great Wide Open op het sportveld. Dat is ook zo'n plek waar je dan die op zoek gaat naar die verbindende tracks van het einde festival. Uh, het is heel lastig om daar uh, die wijsheid te doen en dan te voelen dat iedereen het eventjes heeft. We hadden vorig jaar die uh, Everything Now was winnaar van onze Song van het Jaar. En dat, ondanks dat uh, de heren en dames er zelf niet uh, bij aanwezig waren, wat natuurlijk een beetje lastig was in het geval van Arcade Fire, op het moment dat die plaat aangaat, voelde je wel dat moment. Oh ja, natuurlijk, deze. Hey, logisch. Ja, overigens, want de St. paul die zegt uh, terecht van ja, er is natuurlijk nog genoeg goede muziek die Tuurlijk. uitkomt dit jaar. Dat is het probleem niet. Nee. Het is niet zo dat ik wil zeuren over de kwaliteit van de popmuziek, nee. of van de alternatieve popmuziek. Dat is een hele interessante band. En dat is dus ook uh, dat is wat voor ons er ook wel uitspringt. Het is niet alsof we dit jaar geen goede muziek hebben gezien. Nee, nee, nee. Maar ik vind het wel, als, ik, als we dan kijken van uh, de tussenstanden, hoe die uh, top hond zich ontwikkeld, heb ik wel het gevoel dat mensen op uh, gouden ouwe klikken met het idee, ik was toch al fan van deze band. Uh, dus die stemmen we naar de top 10 in. En bij Everything Now en bij uh, Theme and Palen heb ik het gevoel: hebben mensen echt, en dat is toch een beetje ons idee van de song van het jaar, hij het niet voor niets zo. Dit was de tune die ik dit jaar het meest gehoord heb. Of iedere keer als ik hem moorde, ging de radio harder. Ik wil er nog één ding over opmerken, want ik zie wel, er zijn natuurlijk genoeg plekken waar die verbindende tracks er wel zijn. Als jij naar Woeha gaat, of als je naar een urban feest gaat waar alleen maar urban liefhebbers komen, dan zijn die tracks er wel. Ja. Alleen. Dat Is anders, ja. En op het moment dat jij naar uh, ADE gaat en je staat daar bij Dixon of bij Solomon, dan die hebben wel die klappers waar de hele zaal bij ja. in vuur en vlam gaat. Maar hey, je raakt dat... daarmee aan het kernpunt van wat wij met 3 voor 12 hopen te doen en waar, waarom wij het op de redactie over dit soort dingen hebben in de Song van het Jaar, omdat het, het onderstreept het gelijk van Menno dat in niches of in bubbels of hoe je het ook maar wil noemen en dat is tot op zekere hoogte woeha, en tot op zekere hoogte een dansfeestje op ADE. Daarbinnen zijn zelfs dat weet je ook verschillende bubbels. Daar heb je een de schoolbubbel, daar heb je een Tuurlijk, Maar van, binnen de ruimte van een feest is er die die in, daar hebben we die van voor de verbinding, de ongeschreven afspraak. Voor ons is dit een hit. Die is er bij Wuha, dit is het ding dat op SoundCloud vorige week is doorgebroken waar we elkaar allemaal een appje over gestuurd hebben in iedere snap hebben we dat gezet. Dat werkt dat, maar wij van 3 voor 12, en ik denk dat dat een beetje raakt aan... Uh, uh, Menno zegt er iets over en ik denk dat dat ook heel erg de vibe is waar uh, Paul op zit. Wij proberen de uh, mooie dingen uit verschillende genres bij elkaar te brengen. En mensen die misschien vooral heel erg naar Indie luisteren, ook uit te leggen dat Frank Ocean een mooie plaat heeft gemaakt, of mensen die alleen maar naar hiphop luisteren, uit te leggen. Uh, uh, Sagit Carter, het programma dat we hebben op zaterdagavond uh, tussen 10 en 12, die draait voornamelijk club en uitgaansmuziek. En vlak voor het einde zit die ene mooie trek van Kurt Vile die een heel lekker laidback gevoel heeft, er toch in. Dat is de business waar we in zitten, die wij leuk vinden om te doen. Het mooiste uit alles genres bij elkaar brengen. Dat, dat is echt lastig geworden, vind ik. Je uh, ik, ik, ik heb bij die plaat van Kurt Vaal juist dat hij op een toffe manier opvalt in het programma. Nadat je een aantal dansklappers, Fischer hebt gehoord. Nou, noem het allemaal maar op. Maar ik denk wel dat uh, uh, dat groepjesvoorbeeld uh, dat Paul geeft over de dansvloer. Ja, dat is toch wel wat wij een beetje proberen te doorbreken. Ik ga ervan uit, beste luisteraar, dat jullie een fantastische song van het jaar gaan kiezen. Ja, laat. Toch? <laughs> laten we het hopen. Nee, ik heb er alle vertrouwen in. Oké, okay, ik heb er ook alle vertrouwen ja. in. Goed, dat was hem voor nu. Uh, over twee weken is de stembus dicht. Dus het is de laatste keer dat ik tegen je ga zeggen. Stem op de 3 voor 12, soms met jaar. En over twee weken dan zijn we weer terug met een nieuwe machine. Tot dan. Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl podcast.